we doen. En ja. Dan, ja, is goed, jong. En dan gaan we maandag weer met volle moed verder. Café Pension Het Haantje in de binnenstad. Het water is weg. De zorgen blijven. Er is niks meer gehoord wat hij steekt. Niks. En dan maar hopen dat we een beetje vergoeding kunnen krijgen via de verzekering. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. Maar dan denk ik dat we toch wel een half jaar bij je zien. Zeg maar gerust de ramp na de ramp. Zoals dat geldt voor zoveel in Valkenburg. Dus ik heb bij iemand van de brouwerij gehad. Die kwam binnen met een technische monteur. En de loerde rond en die zag. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik zei, ja, moet ik het dan weten? Ja, maar dat moet toch beginnen. Pierre of Ed, zoals ze hem hier noemen, heeft onlangs zijn vrouw verloren. En kreeg er zelf nog een hersenbloeding bovenop. Corona volgde en het water kwam. Wat zegt zijn ondernemershart na deze stortvloed aan rampspoed? Ik ben 71. Eigenlijk zeg ik, Jezus Christus, kost hem maar stoppen. Maar dat kun je ooit niet maken, want wie neemt zich zo'n zaak over? Geen, hè. Dus de moos wel opnieuw beginnen, of ze wil of niet. Anders best een hele hoop geld kwijt.